Ik ga jullie in grote lijnen uitleggen hoe India, na de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, het belangrijkste gebied wordt voor Groot-Brittannië. En daarmee ga jij punten pakken op het eindexamen. Welke examenpunten kun jij nou pakken in deze video? Ik begin zo even met uitleggen hoe de Britten handel gaan drijven met de Mogolvorsten. Vervolgens vertel ik wat de East India Company doet en hoe de Britten zorgen voor wereldwijde handel. En tot slot leg ik uit hoe de Britten steeds meer macht grijpen in India. Allereerst kijken we wie er waar en wanneer bij deze geschiedenis betrokken zijn. In deze video spelen de Indiase Mogolvorsten Jehangir en Shah Alam II een belangrijke rol. Deze video speelt zich af in India. In de periode van begin 1500, wanneer Britse handelaren voor het eerst contact leggen met de Indiase Mogolvorsten, tot en met 1765, het jaar waarin het belangrijke verdrag van Allahabad wordt getekend. Nadat de Verenigde Staten zich in 1776 onafhankelijk hebben verklaard van Groot-Brittannië, richt de Britse overheid zich steeds meer op India. Dat is namelijk het land van katoen. Maar wie is er eigenlijk de baas in India, voordat de Britten de macht daar helemaal grijpen? Nou, dat zijn de Mogols. Deze koningen hebben al sinds 1500 vrijwel alle macht in India. In de 16e eeuw varen er steeds meer Europese handelaren naar India. Zij willen handelen met de Mogols. In India zijn namelijk veel luxe producten te krijgen, zoals katoen en zijde. Vooral de handelaren uit de Republiek, Portugal en Engeland proberen de beste afspraken te maken met de Mogols. Maar wie sluit dan uiteindelijk de beste deal met deze Indiase koningen? De Britten zijn de winnaars. Om snel winstgevend te worden, richten zij de EIC op, de East India Company. Deze compagnie lijkt een beetje op de VOC, uit de tijd van de Republiek. Maar wat maakt de EIC zo bijzonder? De EIC heeft het Britse alleenrecht op de handel met Azië. Dit betekent dat alleen de EIC handel mag drijven met Azië. Mag zelf verdragen sluiten met lokale koningen, zoals de Mogols. En heeft zelfs het recht om, als het echt nodig is, geweld te gebruiken om de Engelse handel te beschermen. De EIC wil niets liever dan een wereldwijd handelsmonopolie op de handel met India. Dit betekent dat geen enkel ander land nog handel drijft met de Mogols. En de Mogolvorst Jehangir wil daar graag aan meewerken. Voor een goede prijs geeft hij de Britten een handelsmonopolie voor alle handel met het Mogolrijk. De andere Europeanen maken hierdoor geen schijn van kans meer. De Britten stichten factorijen aan de kust van India. Dit zijn handelsposten die gebruikt worden om producten te kopen, verkopen en op te slaan. En het allerbelangrijkste product, dat is katoen. Let op, India is dus in de 16e, 17e, 18e en deels 19e eeuw een handelspartner van de Britten. Dat is anders dan de situatie in Amerika, waar gebieden met geweld gekoloniseerd worden. De Britten hebben dus niet zelf de macht in India. Zij handelen met de Indiërs via Baniya's. Dat zijn Indiase tussenpersonen. De mooie stoffen uit India zijn echt een statussymbool in Europa. De influencers van die tijd dragen het liefst Indisch katoen. Hierdoor blijft de vraag naar katoen en zijde steeds meer groeien. Er wordt zoveel handel gedreven met India dat de Britten hun gekochte zijde zelfs naar Afrika brengen, om daar weer slaven van te kopen. En het goud en zilver waarmee de Britten hun stoffen in India kopen, zijn weer afkomstig uit Amerika. Zo is de handel uit heel de wereld met elkaar verbonden. Door al die verbindingen ontstaat er handelskapitalisme. En de Britse marine, de Royal Navy, speelt daarbij een belangrijke rol. Zij moeten de handelsbelangen van de Britten beschermen. En dat doen zij het liefst met geladen kanonnen.
In de 18e eeuw wordt de macht van de Mogolvorsten steeds kleiner. Dat komt omdat sommige lokale vorsten gaan handelen met andere Europese landen. Maar dat pikken de Britten toch niet? Zij zijn toch het enige Europese land dat mag handelen met India? De Britse EIC is woest en gebruikt veel geweld om haar handelsbelangen te beschermen. De EIC verovert grote gebieden in India met behulp van de Royal Navy. Met maar één doel: het beschermen van de Britse handelsbelangen. In 1765 moet zelfs Mogolvorst Shah Alam II onder druk van de Britten het verdrag van Allahabad tekenen. In dit verdrag staat dat de Britten zelf belasting mogen innen in de Indiase provincies die zij veroverd hebben. En dat belastinggeld, dat wordt natuurlijk gebruikt om het eigen Britse leger in India nog meer te versterken. Het verdrag van Allahabad is een heel belangrijke verandering in de relatie tussen Groot-Brittannië en India. Vanaf dat moment probeert de Britse overheid steeds meer invloed te krijgen in India. Een voorbeeld hiervan is dat de Indiase Bania's worden vervangen door nieuwe tussenpersonen. Deze tussenpersonen staan op de loonlijst van de EIC. De Britten trekken het helemaal naar zich toe. Hoe lang kan India haar onafhankelijkheid nog houden? Dus, wat moet je nou echt kennen voor het eindexamen? Om punten te pakken op je eindexamen moet je weten hoe de Britten handel gaan drijven met de Mogolvorsten, wat de East India Company doet, hoe de Britten zorgen voor wereldwijde handel en tot slot hoe de Britten steeds meer macht grijpen in India. Kijk ook snel de volgende video. Daarin vertel ik je hoe de Britten echt alle macht naar zich toe gaan trekken in India. En dat gaat er behoorlijk gewelddadig aan toe.